Goedemiddag, welkom bij de Zuidas Today Talkshow. Vandaag hebben we weer bijzondere gasten. In de stoel zitten Rick Timmer van de Wijnboutique, Laurent Vergne van het gelijknamige label, Eline Kik van de Green Business Club en Magnus. En de bewoner deze week is Frank Wisse. Ik ben Rut Jansen, welkom bij de Zuidas Today Talkshow. Frank, buurman. Buurvrouw. Welkom, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik zie jou heel vaak zo over de Zuidas lopen. Wat doe jij zo al in het dagelijks leven? Los van het lopen, zeg maar. Ja. Ik ben werkzaam in de entertainmentindustrie. En dat is eigenlijk best wel breed. Aan de ene kant het vertegenwoordigen van bekende namen, artiesten, dus management. En aan de andere kant een stukje tv-productie. Dat is wat ik doe en al heel lang. Ja, dat doe je inderdaad al heel lang, hè, zag ik. Ja, ik ben namelijk al heel oud. Ziet het niet? Nee, joh, je ziet het nog. Nou, nu zit je te vissen naar complimenten. Kijk. Maar het managen van artiesten, dat volgens mij is dat best wel een helft job. Want elke artiest is weer anders. Zeker. Heeft elke artiest weer een andere aanpak nodig? Of heb je gewoon een standaard aanpak? Nee, natuurlijk geen standaard aanpak. Elk artiest is verschillend. Het heeft natuurlijk met de persoonlijkheid te maken van de artiest. Ja. Het heeft ook te maken met of je een klik hebt met een artiest. Ja. Want ja. In het verleden, ik heb met veel artiesten gewerkt. Met Vroger, met Borsato. Met tv-personalities, Wendy van Dijk, Lieke van Lexmond, Carolien Tens. Enfin, ja, het is een enorme... Te veel om op te noemen. Ja, hartstikke leuk. Maar je moet ook wel een gevoel hebben met iemand. En als je geen gevoel hebt, dan... Kan het nog wel eens? Iemand vroeg wel eens aan mij, zeg maar, Frans Bauer zou je dan bijvoorbeeld doen? Nou, Frans Bauer is financieel natuurlijk heel interessant. Ja. Maar daar heb ik zo helemaal niks mee. Ik vind het zo knap. Aardige man, hè? Maar ja, maar ik vind het heel knap dat je gewoon bij je gevoel blijft. Dus dat je dat... Nou ja, ik denk wel dat je als manager moet je wel wat bij kunnen dragen aan de carrière van iemand. Ja, vind ik heel mooi. En op het moment dat je geen connectie hebt en ook dat repertoire helemaal niet snapt. Nee. Dat snap ik ook echt niet. Maar wat jij nu zegt, ik bedoel, als manager moet je iets bijdragen. Maar kijk maar naar die Zweedse DJ die op een gegeven moment er niet meer is. Die is natuurlijk ook door die manager van hup, meer concerten. En ik denk dat je als manager toch een enorme verantwoordelijkheid hebt. Het beeld ontstaat of is wel een beetje bij mensen dat ze denken dat de manager altijd de baas is. Maar de manager is ook maar gewoon eigenlijk een service provider. Ik bedoel, wij dienstverlener. Een dienstverlener, zo is het. Ja. En die manager van, hoe heet hij ook alweer? Hoe heet die? Die Zweed, die is overleden. Avicii. Ja, heel goed, dat is heel goed. Avicii. Maar goed, Avicii, dat zijn natuurlijk ook boys zwaar aan drugs. Dus het is natuurlijk, die snuiven zich helemaal... Helemaal vol, ja. En dan drank eroverheen. Ja. Dat zijn dan sterke benen die de beelden kunnen dragen. Ja. Nou, je bent inderdaad wel heel kwetsbaar. Maar jij bent dus eigenlijk een soort hoeder. Een soort papa die voor zijn kinderen zorgt. Toch? Of zie je dat niet zo? Kinderen, weet je, nogmaals, je moet samenwerken met elkaar. En ik geef adviezen over wat ze wel zouden moeten doen en wat ze niet zouden doen. Of wat ze beter niet kunnen doen. Ja. En daarin moet je gewoon samen optrekken. Ja. Dat betekent niet altijd dat ze precies doen wat ik zeg. Nee. En we hebben ook wel eens discussies daarover natuurlijk. En dat is ook prima. Maar ik ben niet de baas. Weet je, als zo'n artiest op een gegeven moment zegt, ja, maar ik wil dit gewoon doen. Ja, dan kan ik hoog of laag gaan staan. Ja, ik bedoel, ik stuur hem natuurlijk gewoon mijn factuur van mijn percentage. Ja. En als hij me niet meer leuk vindt, dan zegt hij toedeledokie. Maar dan zeg jij bijvoorbeeld, je doet jezelf tekort. Want dat moet je gewoon niet doen, want dan kom je gewoon... Misschien toch, je potentie komt dan niet zoals jij dat wil naar voren. En dan doet zo iemand dat toch, dan denk jij... Zwak. Ja, nou ja, als dat te vaak voorkomt, dan is er blijkbaar geen connectie. Nee, of mijn argumenten zijn niet sterk genoeg. Dat kan dat kan. Kijk, ook je moet wel nooit zeggen van nee, dat moet je niet doen. Nee. Je moet wel argumenten geven waarom dat beter is van niet. Maar hoe rol je nou in dat vak, Frank? Ik denk, je moet enorm veel mensenkennis hebben. Want het is niet zo, toen ik bijvoorbeeld van het VWO afkwam, dat ik dacht van nou, ik ga manager worden. Of HAVO of MAVO, noem maar wat. Ja. Als je van school afkomt. Ik was al heel jong, was ik muzikant. En ik maakte al plaatjes en ik zong en ik speelde. Niet. Jazeker. Wat speelde je? Gitaar.
Nee, joh. Ja, nog steeds, hoor. Maar had je ook een artiestennaam? Nee, ik had geen artiestennaam. Nou, we hadden een bandje. Bandje. Ja. En hoe heette dat bandje? Het bandje heette Speed. De Speed? Speed. Nee, oh, Speed. Speed. Niet de Speed. Oh, Speed. Ja. Ga even googlen. Daar gaan we heel, heel lang terug. En de Blitz en nog een aantal bandjes daarna. Maar vanuit, zeg maar, vanuit het band, de muzikant zijn, krijg je te maken met platenmaatschappijen, met muziekuitgeverijen. Ja. En dan ben ik uiteindelijk gaan werken. En nou ja, van het een kwam het ander. Ben ik uiteindelijk directeur geweest van Polydor, Polygram. Oh ja, dat zijn En toen ben ik voor mezelf begonnen. En toen kreeg ik zoveel mensen die allemaal weer langskwamen. Kan je dit niet doen? Kan je dat niet doen? En toen vond ik dat eigenlijk wel leuk. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje in het management gerold. En later, Borsato getekend bij Polydor. Dus daar zijn we samen mee begonnen. Helemaal, At This Moment, vanuit de Soundmix Show. Helemaal van scratch. Helemaal van scratch. Dus en, eigenlijk heb jij ook voor zijn carrière, dat zijn carrière zo goed gegaan is, dat heb jij mogen begeleiden. Nou, ik heb dat niet alleen gedaan, ik ben er al mee begonnen. Dat snap ik, maar we hebben daar met een mooi team op gezeten en heel mooi uitgebouwd natuurlijk. Tot natuurlijk, ja, wat er de laatste anderhalf jaar, zeg maar. Ja. Of anderhalf jaar geleden is gebeurd of is niet gebeurd. Ik weet het niet. Vervelend. Ik vind het heel triest. Ja, we zijn alleen maar verliezers, denk ik, in dat verhaal. Ja. Zeker. Heb je wel eens dat je denkt, zo'n artiest, nou ja, weet je, laat die beker maar aan mij voorbij gaan? Ja, zeker. Als ze morgen zeg je dat dan ook? Liever niet? Ja, nou, ik heb er ook geen connectie, maar als Lil Kleine zou langskomen, dan denk ik ook, hoeft niet. Ja. Nee, dat zou ik, maar daar heb ik ook geen connectie mee. Nee. Ik zit in jouw team, wat dat betreft. Ja. Maar goed, Glennis Grace, als die nou eens een beetje goed zou luisteren. Ja, want wat een talent, hè? Nou ja, het heeft natuurlijk een hele goede stem. Talent, maar ja, als je tussen de oren zit, niet goed. Nee. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk is om haar weer goed terug te krijgen. Ja, wat jammer, althans, hè? Dat denk ik. Ja, maar, ja zeker. Ja. Hé, wat is het gekste, Frank, wat je ooit meegemaakt hebt? Jezus, het gekste. Ja. Ja. Nou, we hebben wel eens, is misschien wel een aardige anekdote. We deden de eerste concerten met Vroger, de eerste vier concerten. Dat was nog voor de toppers. Ja. En dat deden we vier keer de arena. Nou, dat was al ongelooflijk, want dat had nog nooit iemand gedaan. Sensationeel. Vier keer 55.000 mensen. Zo. En daar zat nogal wat spanning op. En op een gegeven moment... Bij de artiesten? Ja. En daarna, dan op een gegeven moment is zo'n concert over. En dan wil zo'n artiest ook even gaan ontspannen. Even ontladen. Even ontladen. Ja. En die nam een klein drankje. En niet overdreven, maar dat viel niet helemaal lekker. Ik voel hem aankomen. Dus die, op een gegeven moment word ik gebeld door security. Ja, je moet even komen. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, Vroger die wil weg. Oh. Vroger wil weg? Waar hebben ze het nou over? Dan wilde Vroger naar huis. Oh. Maar niet met de auto, lopen. Oh. Dus die is uit de arena gelopen. Ja. Met een auto zo erachteraan, want hij wilde niet meer in de auto. En is helemaal zo binnen door gaan lopen. En is gewoon over de openbare weg. Hou wilde op. Die naar huis, ja. Die was zo, die was helemaal klaar mee. En die was. En dit is een verhaal. Ik heb dat. Ik bedoel, dit is een redelijk bekend verhaal hoor. Dus hij weet dat ik dat wil vertellen. En nou, wij met de auto's erachter en ik erachteraan. Maar Vroeg heeft best een hele goede conditie. Dus ik uit die auto, toen begon hij te lopen zo. Ja, want hij heeft op de marathon gelopen, toch? Ja. Ja. Dus ik zo erachter, ik zeg, Vroeg, kom, we moeten in die auto. Enfin, dat was een heel gebeurd. Wat een verhaal, nou, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Uiteindelijk heb ik hem zover gekregen om weer in die auto in te gaan. Dat is ook levensgevaarlijk natuurlijk. Dus maar op zich was dat wel een aardige anekdote. Dat is zeker een aardige anekdote. Een zeer succesvolle concert heeft hij gedaan in... Nou ja, de toppers is nu dus, even kijken, ik geloof de 16e keer of zo. Ja. Gaat helemaal nergens over. Ongelooflijk, hè? Ja, fantastisch. Heb jij een zesde zintuig, Frank, om potentie van artiesten te ontdekken? Dat denk ik niet. Ik heb het, weet je, je ziet ook bij The Voice, hè, heel veel met publieksjuries. Ja, ja. Mensen gewoon in de straat horen ook wanneer iemand overkomt en wanneer iemand goed is. Ja. Als je nou laatst in het programma, hoe heet het, The Battle of the Bands... met die gozer, die Elvis, die Bouke. Heb je dat gezien toevallig? Nee, maar vertel. Nou ja, dan zit die Bouke, die gaat dan zingen. Ja, die doet dan Elvis Presley. Maar dan ga je gewoon helemaal neer. Die gozer, die gaat daar zingen, die komt binnen. Dat is hem. Dan denk je, ja, maar niet dus gekleed in een gek pak. Ja, maar die stem. Maar die stem is, en die stem is zo goed. Ja. Ja, dat slaat heel Nederland op aan. Jeetje,
City... Twee keer Ziggo al verkocht. Zit hij in jouw stal? Nee, helaas stal? Niet. Nee, dat gaat kunnen we er niet wat aan doen? Dat zou wel leuk zijn, hè? Nou, Bauke bij deze. Ja, Bauke, kom op, jongen. Kom op, lekker bij Frank. Heel veel succes in de Ziggo in ieder geval. Ja, zet hem op. Jij hebt geen baan van 9 tot 5, zeker hè, Frank? Niet. Nee, staat je telefoon nog eens uit? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. En wat doe je om te ontspannen? Ja, golf. Ik ben een fanatieke golfer. Oh ja? Ja. Dus ik golf heel veel hier vlakbij. Waar? Op de International, dus bij Schiphol. Ja. En dat vind ik heel lekker. En dan ben ik even helemaal weg en perfect. En ik sport nu ook bij Club Sportief. Oh, dan loop ik zo naar de overkant. Ja, dat is gewoon ideaal. Ik woon in Intermezzo en dan zo. Dus dat vind ik even ook... Oversteken. Even oversteken. Dat wilde ik vragen, want ik heb je als bewoner uitgenodigd. Ik wilde vragen waar je woont. Ja. Maar dat heb je nu net Intermezzo, verklapt. Ja, nou, prima. Intermezzo, ja. De Gustav Mahlerlaan. Waarom heb je voor de Zuidas gekozen, Frank? Nou, ik kwam uit het Gooi. En ik had toen... En ik wilde naar Amsterdam. En ik had mijn huis verkocht. Oh. En ik moest eruit. Oh jee. Maar toen had ik hier nog geen huis. Wat moet ik nu doen? Toen was ik bij een vriend en die woonde in Nieuw-Amsterdam. En die zegt, dan kom dan bij mij eens kijken. En toen ging ik daar kijken. Ik denk, hé, dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Ja. En toen was er een appartement. Ik heb een beetje hoogtevrees, dus ik wil niet hoog zitten. Dus toen kwam er eentje vrij op de eerste verdieping. Nou, daar ben ik naartoe gegaan. Heb ik bekeken. En dat vond ik een heel gaaf appartement. Ja. En ja, daar ben ik terechtgekomen. Iedereen zei, joh, je bent niet goed. Wat moet je nou die rare Zuidas maken? Ja, dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Ja, toen waren die gebouwen. Want wanneer ben jij gekomen? Ik ben in 2014 gekomen. Want wij zijn buren. Ja, ja. Maar ik 2012. Dus februari 2012. Ja. En toen was het internet zo nog niet... Nee, het was gewoon wasteland. Alles hè? Was, ja, precies. Ja. Zo'n tennisbaantjes en je keek gewoon zo naar de boelenlaan. Ja, tennisbaantje, dat kan ik ook herinneren. En zo'n moestuintje was. Moestuintje van het restaurant, wat natuurlijk al was. Ja. En het waait, was echt zo'n tochtgat ook. Inderdaad in het weekend helemaal niks hier. Nee, nee. En Dickies was er al, maar er was ook geen mens eigenlijk. Nee, nou ja, vrijdag meter. Toen, hè. Ja, weet je, ja. Dus ja, toen ben ik... En het beviel me eigenlijk wel hier. Dus ik vond het wel mooi. En ook qua routes en zo. Ik ben zo op mijn fietsje. Ik had mijn kantoor nog in het Gooi. Dus ik was zo met de auto, huppatee weg. Ja, je bent er zo natuurlijk. Ja. En ja. Ik ben zo de stad in. Dus ik vond het prima. Ja, ja. Later heb ik wat gekocht in Intermezzo. Ja, en reis je veel? Nou, ik ben wel redelijk vaak onderweg. Want dat vind ik ook zo lekker van dat station, vind je niet? Nou, dat is een mooi bruggetje wat je maakt. Want daarom heb ik die foto uitgekozen. Ja, wat is dit? Nou, ja, ik snap wel wat het is. Het is het station. Ik wilde aan jou vragen, wat is nou jouw lievelingsplek op de Zuidas? En dan komt Frank met het station. Ja, nou, omdat ik daar namelijk zo blij mee ben. Ik heb 25 jaar in het Gooi gewoond. En in 12 kwam ik dan hier. Ja. Maar als wij dan op reis gingen, en dan kwam er altijd een busje of zo, of een taxi, weet je wel. Dan gingen we naar Schiphol. Ja, dan een project. Dus dat zette je door. Ik reisde nog best twee keer per maand was ik wel weg. Dus hier zat ik ook. Dan liet ik de taxi komen. Want die trein, dat zat helemaal niet in mijn systeem. De taxi? Ik een taxi komen en dan reden we helemaal naar Schiphol. Joh, het is 6 minuten met de trein. Dat weet ik, maar dat was dus de eerste keer toen ik hier zat. Oh, okay. En tot mijn zoon zei, pa, doe niet zo raar, man, neem eens de trein. Ja. Maar je moet even je verdiepen in het openbaar vervoer. Ja. Ja. En vanaf dat moment, dat is precies wat je zegt, ja, ik loop naar de overkant. Ideaal. Ik heb meestal hand luggage, huppatee, 6 minuten sta ik daar. Ja. En fantastisch. Ja. Maar ook de Noord-Zuidlijn. Hou op, stap ik hè, gewoon die is in. Geweldig. Het is toch geweldig. Niet? Logistiek is die zo top voor elkaar. Ja, dit is, jongens, even dit Zuidas, the place to be. Absoluut. Alles klopt weer, infrastructuur. Ja. Ik wil nog wel even vragen, mis jij iets op de Zuidas? Ik zou wel een leuke broodjeszaak willen hebben. Leuke broodjes, maar er zijn toch broodjeszaken? Ja, of bedoel je zoals Sal Meijer was natuurlijk leuk, buiten Velden. Zoiets, gewoon naar binnen en zo'n broodje. Oh ja, gewoon broodje voor half om, gewoon niet, broodje. Niet te moeilijk, niet te moeilijk. Nee. Oh ja, niet met die pijnboompitten en allemaal. Nee, hou op. En pesto. Ja, dan met peeltuurbroodje met pesto. Hou eens op, zeg. Nee, pesto. Nee, dus jij wil gewoon een lekkere, gewone... Simpel. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Exact. Nou, ik wil je heel hartelijk danken, Frank. Nou, graag gedaan. Voor jouw verhaal. Het is bijna een special voor delen van je verhaal, ja. Maar je had toch zo... Nou, we hebben volgens mij tijd tekort. Ja. Je komt gewoon nog een keertje terug. Is helemaal dat geen goed. Leuk idee? Is helemaal goed. Frank, dank je wel voor delen van je verhaal. Okay. Dank je wel, Rit. Tot goed. Eline, welkom. Fijn dat je er bent. Magnus...
Welkom, fijn dat jij er ook bent. Eline, jij wilde het hebben over het laatste rapport dat ging over klimaatverandering. En dat gaat toch rapper dan wij denken? Ja. Ja, er is weer een nieuwe versie van het IPCC-rapport. Ja. Dat is eigenlijk een verzameling van allemaal artikelen die wereldwijd door wetenschappers zijn geschreven over de stand van zaken. En het is al jarenlang alarmerend, ja, maar het is weer alarmerender. Ook wel dat ze echt zien dat er verschijnselen van klimaatverandering elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld dat droogte, we hebben steeds meer droogte, ja, dat weer zorgt voor extra hittegolven. Dus eigenlijk nog meer versterkende effecten, die zijn nog meer naar boven gekomen. Dus ja, het is zorgwekkend. Jeetje, en die hittegolven die veroorzaken natuurlijk ook een enorme, dat je overstromingen krijgt, toch? Want die grond is dan heel droog. Dus het is ramp op ramp. Ja, precies. En ook een voorbeeld was dat biomassa, we zetten heel erg in op biomassa, maar dat weer ten koste gaat van voedsel. Voorraden. Ja. Dus er zitten perverse prikkels eigenlijk in, of versterkende effecten die eerder niet zo heel erg naar boven kwamen en die nu steeds duidelijker worden. Dus het is, dat is wel heel angstaanjagend. Ja. Wat kunnen we doen om dat proces te vertragen? Ja, deze generatie, ik spreek over mezelf. Dat gaat hem niet meer worden, denk ik. Ik denk dat wij ons heel erg de pijlers moeten richten op de toekomst, de jeugd. Hier zit de hoop. Ja. De hoop. Magnus, dat is de hoop. Vertel, wat is jouw hoedanigheid hier? Ja, nou, ik heb ook niet alle kennis in pacht als het gaat om het IPCC-rapport oplossen. Nee. Maar nee, ik zit hier namens de Young Green Business Club. Dat is een subclubje van de Green Business Club. Waarmee we met 10, 12 young professionals proberen na te denken over wat kunnen wij nou doen hier bij de organisaties die hier op de Zuidas zitten, om ook onze bedrijfsprocessen schoner te maken en meer te verduurzamen. Nou, daar zijn we nu ongeveer 1,5 jaar mee bezig. Sinds 3-4 maanden hebben we wat groter kernteam. Toen ben ik er zelf ook bijgekomen. En in die hoedanigheid zit ik hier vandaag. Wat leuk zeg. Het is ook heel erg hard nodig. Er is ook zoiets als een green team, Eline. Dat is niet hetzelfde als young professionals. Nee, dus het Jong GBC-netwerk, dat is echt, zeg maar, zoals een politieke partij ook een jongerentak heeft. Het is gewoon een eigen entiteit. Ja, en dat is natuurlijk wel young professionals, dus een beetje zo 20 tot 35, zoiets. Maar daarnaast hebben we inderdaad, hier is een plaatje ervan, aantal studenten van de HAS, de Hogeschool in Den Bosch. Die hebben voor ons een onderzoek gedaan naar hoe zet je nou een green team op binnen een bedrijf. En een green team is eigenlijk niet meer dan een groep intrinsiek gemotiveerde mensen die met elkaar aan de verduurzaming van dat bedrijf willen werken. En zoals jij ook binnen jouw organisatie zijn er natuurlijk meer van dat soort enthousiastelingen. Maar die moet je wel zien te verenigen. Want er zijn heel veel ideeën. Maar hoe zorg je dat niet alleen maar de facilitair manager of de CSR manager ermee aan de slag gaat, maar iedereen. Nou, dan heb je al die tentakels eigenlijk nodig binnen die organisatie. Dus een green team bestaat eigenlijk uit bijvoorbeeld een partner, iemand van HR, iemand vanuit echt de core business. Een mengelmoes van mensen die met elkaar aan een programma werken om het bedrijf te verduurzamen. En deze groep studenten hebben daar eigenlijk een handboek voor geschreven. Hoe zet je nou een green team op? Maar wat ambitieus, hè? Ik vind daar word je toch helemaal blij van? En ze hebben dus het toegepast bij Baker McKenzie. Ja. Wilbrand Kuyt, facilitair manager daar, die had eigenlijk die hulpvraag. En die is super blij, want die heeft nu een hartstikke mooi team dankzij deze groep studenten. En wij waren ook zo enthousiast, natuurlijk met de referentie van Wilbrand, maar ook met het handboek dat ze hebben geschreven. Dat hebben ze zelf geschreven? Ja, dat hebben ze zelf geschreven. En dat kun je toepassen op elk bedrijf? Ja, en wij huren ze nu in. We blijven ze inhuren. Geweldig. Ze gaan bij Van Doornen hetzelfde nu doen. En we hebben nog een plekje voor een bedrijf. Dus als er iemand kijkt die denkt, ik wil wel zo'n green team, maar ik weet niet hoe ik dat moet opzetten. Ik kan wat hulp gebruiken. Laat het ons weten. Nou, wat een goed idee zeg. Ja. Maar dat klinkt voor jou ook als muziek in de oren. Dat klinkt fantastisch. Toch? Ja. Zeker. Maar jullie kunnen ook heel goed samenwerken, denk ik, toch? Nou, daarom zijn we ook opzicht de Young Green Business Club. Ja, precies. En de Green Business Club. Ja, zeker. Ja. Maar zoals dat programma van Green Team. Organiseren jullie, hoe faciliteren jullie dat?
We zijn nu eigenlijk bezig met onze strategie een beetje vormgeven. Ja. Dus op welke manier willen wij nou een verschil gaan maken? En dat gaat op een paar manieren. Dus ten eerste proberen we een groot netwerk te creëren. Daarvoor komt ook een netwerkborrel erbij. Maar volgens mij gaan we het daar zo meteen nog over hebben. Precies. Daarnaast kijken van, joh, wat vinden young professionals nou echt belangrijk? Wat vind jij belangrijk? Ja, wat vind ik belangrijk? Wat ik belangrijk vind is dat er vanuit organisaties op de Zuidas, het zijn over het algemeen toch wel service-based organisaties, dat er wat kritischer gekeken wordt naar wat voor klanten bedienen. En waarom doe je dat? Ja. Want we kunnen wel heel erg gaan zitten op dat wij met het vliegtuig gaan als we met ons werk bezig zijn. We kunnen wel gaan zitten op de broodjes die worden geserveerd. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Het grote verschil maak je juist door te kijken naar welke klanten help ik. En daar kan je een vuist mee maken. Ja. Maar goed, nu loop ik heel erg vooruit op onze strategie. Ja. En, ik wil ook niet namens de rest spreken erin, maar dat is mijn persoonlijke... Mooi. Ja. Heel mooi. En dat sluit ook heel erg aan bij wat wij eigenlijk ook wel graag zouden willen met Green Business Club. Want daar heb je het vaker over gehad natuurlijk. Ja, het vaker hierover. Wie is je klant? Ja. Want in feite moet je het samen gaan doen, toch? Ja, ja. Zeker. Ja. Ik hoor iets over een borrel. Een borrel, ja, het borrelt. Nee, klopt. Wij willen ook kwartaal een netwerkborrel organiseren, juist om young professionals bij elkaar te brengen. Mm-hmm. En ook hun ideeën op te halen en ze te betrekken in ons bredere netwerk. De aanstaande is op 30 maart. En waar is dat, Magnus? Dat is volgens mij tegenover bij Accenture. Zit dat hier tegenover? Oh, leuk. Ja. Top, zeker. Top. Aanmeldlink die komt volgens mij zo meteen op het scherm. Ja. Maar het is ook te vinden via onze LinkedIn-pagina. En we hopen dat iedereen in grote getalen komt opdraven. Nou ja, ik denk dat er zoveel mogelijk bedrijven zich moeten aansluiten. Wat jij vertelde over dat rapport waar je net mee bent begonnen. Ja, er is geen weg terug. Nee, daarom. We hebben de jonge generatie... ik zeg alsof we hebben jullie nodig, maar jullie doen het eigenlijk al. Ja. Hè? De demonstraties en het activisme komt nu echt van die generatie. Ja. En ook binnen de bedrijven de vraag om meer duurzaamheid komt echt van... niet van de babyboomers. Nee. Ik merk ook dat als mensen bijvoorbeeld gaan solliciteren... dat het salaris eigenlijk helemaal niet relevant is. Maar wat ze veel belangrijker vinden is als bedrijf... wat doe je met duurzaamheid? Dus dat is toch al, je merkt toch dat er een omslag is. Ja, hè? Dat, dat moet wel een balans zijn, natuurlijk. Zeker. Nee, toen ik ging solliciteren, was het belangrijkste: hoeveel vakantiedagen heb ik of krijg ik? En wat ga ik verdienen? En dat is nu toch anders geworden. Ja. En dat komt mede door jullie inzet. Mag ik jullie hartelijk bedanken? Of wil je nog wat vertellen, Magnus? Nee. Nou, één aanvulling, die borrel, want dit is de tweede borrel. En de vorige was bij Loijs en Loef. En die was ook superleuk en goed bezocht. Daar is dat plaatje ook van op het scherm. Dus het is echt wel heel tof om daarheen te gaan. Ook gewoon om andere mensen te ontmoeten die ook iets willen in duurzaamheid. En ook om kennis te delen. Ja. Zijn er ook mensen van Green Team aanwezig? Ja, die worden ook uitgenodigd. Nou, hoe leuk is dat? Ja. Keihard samenwerken. We proberen dit keer ook in het thema te zetten van de proteïnetransitie. Dus hoe kan je van dierlijke proteïne gaan naar sojaproteïne of andere soort proteïne. En we proberen er ook een heel, noem het een educatief aspect in te stoppen. Dus is ook een thema. Ja, Wat geven jullie ook workshops voor bedrijven? Dat zit nog in de pijpleiding. Dat is een leuk maar idee, dat is zeker toch? Iets waar we over nadenken. Goed idee. Ja, van een workshop. Nou, ontzettend bedankt voor het delen van jullie verhaal. Dus jongelui, 30 maart bij Accenture, de borrel van Young Professionals. Ja. Dankjewel. Ja. Welkom. Dankjewel, Rut. Wat fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook zo leuk. Ik kijk altijd zo uit naar jouw komst. Want je hebt altijd van die mooie verhalen over fashion en over trends. Want het is lente, Lau, maar oei. Hè? Wat dan? Nou, het is gewoon hartstikke herfst. Nee. Maar door die... Vertel, wat zijn de trends? Ik bedoel, het zonnetje schijnt. Het we zijn wel weer lekker een beetje in de zomer-lentestemming. Ja. Trouwens, zondag gaat ook... De zomertijd gaat in.
Anyway, we zijn toe aan kleur en, ja, aan zomer. En luchtigheid. En luchtigheid en dingen. Dus eigenlijk, nou, wat ik wil doen, ik wil even vrouwentrends en mannentrends bespreken. Dus ik heb even wat leuke dingen meegenomen. Oh, dat ziet er heel fleurig uit. Een beetje een idee te geven. Wat hebben de grote merken op de catwalks een beetje allemaal laten zien. Ja, en de mannen zie je gewoon eigenlijk een aantal... Er zijn heel veel trends, maar ik pak eventjes de leukste even eruit. Ja. Ja, denim op denim zie je gewoon nu eigenlijk heel veel. Dus dat mocht nooit, ja, toch? Denim op denim. Nou, het mag wel, maar het was altijd een beetje gewaagd. Het is natuurlijk een beetje 90's stilo. Dat is het, ja. Maar ja. Ik bedoel, ik vind het fantastisch leuk. En ja. Je ziet ook echt die cowboy-stijl, dat western-thema. Dat komt echt in alle mannen. Precies, cowboy-lazen, echt die western-shirts... ja, dus dat is eigenlijk wel een beetje een hele belangrijke trend. Ja, maar het is wel een knapperd ook, hè, die erin loopt. Dus het, dat ja, maakt dat het ook is meteen wel een wat beetje, voelt, ja, hè? Het is, je krijgt ook wel een beetje dat Texas-gevoel erbij. Weet je, Buffalo Bill, ja. Dat is het natuurlijk wel. Dus ja, het is wel een beetje deze zomer bucket belts en cowboyhoeden en lasso's. Dus dat is wel gewoon, weet je... waar we naartoe gaan. Over de Zuidas met een lasso? Dat is het, ja. Met een paard en wagen over de Gustav Mahler. Dus dat is wel waar we naartoe gaan. Oké, okay, nou, ik vind het er heel, heel leuk uitzien. Ja. Die bloemetjes-outfit vind ik trouwens ook heel spannend. Ja, ja, is ook hartstikke leuk. Het is een look van Etro. Er wordt veel bloemenprints gebracht. Bloemen is ook leuk voor de lente en de zomer. Dus echt dat je dat flower power, dat zie je bij heel veel merken zie je dat terugkomen. Ja, ik word altijd heel vrolijk van, want ik vind het kleurrijk. En sommige merken hebben echt enorme bloemenprints. Sommige brengen het terug in een detail. Maar dat bloementhema, dat zie je wel bij veel merken terugkomen. Ja, en veel kleuren. Het colorblocking, je ziet, dit is een look van Versace met dat lime green. Ja. En prachtig dat zalmroze. Ja. Pyjama broeken zijn ook nu helemaal trend. Ja, die pyjama look is echt helemaal een trend ook nu. Dus Ja. Leuk, lekker luchtig ook. Hè? Ja, precies. Ja, je kan dus niet in je badjas en je pyjama naar buiten. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar je kan wel gewoon dat je die pyjamabroeken weer verwerken in je look. Oh, en dan, dat is dan je wel moet het wel een beetje afstijlen met leuke slippertjes en een beetje een neo-jas. Ja, dus echt in die felle kleuren. Ja. Dat zie je gewoon echt... veel bij, veel bij mannentrends nu. Mooi, mooi. Hey, en de ladies? Nou ja, de dames. Ladies. Ja, ik heb ook even wat leuke damesgrens meegenomen. Of een spijker. Ja, veel denim. Veel denim, baggy jeans, flannel shirts die een beetje distressed zijn. Dus een beetje gewassen, een beetje gaten erin. Dus dat zie je heel erg. Ja, veel zilver komt hier terug. Ik ben gek op zilver. Ja. Oh, prachtig. Ja. Zo leuk, dit. Ja. Nou ja, het is natuurlijk gewoon prachtig. Dit is een look van Gucci, waar je die zilveren jurken hier worden geshowt. Komt heel veel terug in broeken, in shirts, in jurken. Dus dat ga je echt heel veel zien. Ik vind het ook een mooi alternatief voor zwart. Het is ook een mooi alternatief voor goud. Weet je, goud is vaak weer iets voor de hand. Dit is misschien weer iets... Rustiger. En ja, precies. Ja. Met wit, ik vind het een prachtige combinatie. Ja, het is een super look. Nou ja, en we gaan enorm, je ziet hierbij van Diesel, die cargo pants. Dat die zijn helemaal in, hè? Ja, veel broeken met zakken erop. Ja. En die cargo pants. Scheelt weer een tas meenemen. Ja, dat hoeft gewoon niet meer. Je ziet ook even een heel klein tasje bij zich. Want die zakken zitten natuurlijk allemaal vol. Dat heb je, kan je hier portemonnee en sleutels in doen. Ja. Dus ik vind het wel een beetje een maanlandingslook. Doen we wel een beetje aan het denken. Maar want het is natuurlijk heel robuust, hè, zo'n broek. Ja. Maar wat het dan weer spannend maakt, is dat er een heel strak topje op zit. Ja. Toch, dat maakt het weer wat minder robuust. Ja, precies. Dus ja, dan zie je echt die focus op die broek wordt hier gelegd. Maar ik vind ook die wijde baggy jeans die je hier ziet... is look van Bottega Veneta. Ik vind het ook wel schitterend. Een van mijn favoriete merken. Ja. En ik heb ook gewoon looks meegenomen die ook gewoon, weet je, wat makkelijk is. Weet je? Dit is ook wel een beetje toepasbaar en je kan je hierin herkennen. Ja. En allemaal niet te ingewikkeld. Nou, zo'n zilveren jurkje, dat zou ik echt wel aandoen bij een avondje uit of zo. Ja. Met witte sandalen. Prachtig. Ja. Of voor de volgende show misschien. Of voor de volgende show. Wanneer gaan we shoppen? Nou, dit weekend. Oh, zullen we dat doen? Ik kan niet wachten. Nou, over shoppen gesproken. Ja.
Hoe zit het met jouw nieuwe zomercollectie? Nou ja, ik heb eventjes inderdaad ook heel veel dingen van mezelf ook meegenomen. Want ja, voor de mannen, ik bedoel, bij Laurent Vergne hebben we natuurlijk gewoon mooie basics. En, ja. Dat weet je van me. En de ja. nieuwe drops komen eraan. Ze zijn ja. voor het hoogzomer. Dus straks in mei en juni ja, komen er echt wel wat nieuwe dingen. Maar gewoon, ja, weet je, gewoon basic. Gewoon een mooi blauw jasje. Ja. Chino's. Korte broeken. Je ziet hier, we hebben veel ton sur ton. Ik vind dat heel mooi om wat groen op groen te dragen. Ja. We hebben ook gewoon ook een blauw korte broek met een denim shirt of een polo erop. Dit zijn wel gewoon echt van die looks die gewoon heel, heel makkelijk draagbaar zijn. Ja. Is dat een nieuw, dat jasje? Is dat ook, ja, dat is maakt een dat deel uit van jouw nieuwe collectie? Ja, zeker. Dat is mijn nieuwe Antibes blazer. Ja. Dat is gewoon een katoen blauw jasje, stretchjasje. Oh, lekker. Ja, zit lekker in de zomer. Super comfortabel. Ja, het is echt fantastisch voor nu. En echt dragen echt het hele jaar ook door. En kan je heel mooi verwerken in een wat formelere look, maar ook ja. heel goed casual. Ja, ja, het is een van mijn favoriete jasjes. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Echt prachtig. Hey, ja. En die Bermuda's, krijg je die ook? Want ik kan me herinneren dat je ze toen in een donkerblauw... Je had ze in kakigroen. Komen er nog meer kleuren, denk je? Ik zit dus nu, we zijn dus nu bezig met wat pastelkleuren. Dus we brengen hem ook straks in het geel. Een beetje vanillegeel. Geel polo vind ik ook mooi. Ja, heel mooi, precies. En we zijn ook bezig met een bowling shirt. Een beetje in dat terracotta, een beetje dat zalmkleur. Ja. Dus heel erg dat Côte d'Azur gevoel krijg je daarbij. Ja. Maar ja, ik vind dat fantastisch. Dus dat zijn een beetje de nieuwe drops die eraan gaan komen. Maar dat is nu allemaal in ontwikkeling. Als ik volgende keer er ben, dan kan ik het zeker laten wachten. Zien. Nou, volgende maand dan gaan we bijna... Nou ja, dan is het... Wat is het? Mei? Nou, dan hebben we bijna de zomer. Dus dan kom je gezellig met je nieuwe zomerlook. Dan wil ik dat je een korte broek aantrekt. Dat vind ik leuk. Ja. Ja? Of een zwembroek of zo. Toch, zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Hey, ja, en morgen gaan we shoppen. Morgen gaan we shoppen. Zin in. Ik leuk. Ook. Nou, Lau, bedankt voor het delen van je verhaal. Thanks. En tot volgende maand. Absoluut. Dank je wel. Dit was de Zuidas Today Talkshow. Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. We zijn er over 2 weken weer, zelfde tijd, zelfde plaats. Volg onze socials en heb volgende week een mooie dag. Nee, heb volgende week een mooie week. Dag! Geven. We gaan nog even een groep.